vandaag zijn we te gast bij het bierfestival hier in Kaatsheuvel. Nou, zoals je achter mij ziet, de sfeer zit er al goed in. Dus we gaan eens even rondkijken. Nou, Thijs, voor de tweede keer hier het bierfestival. Het lijkt wel steeds groter te worden hier. Ja, zoals je ook ziet, hè, alle mensen binnen. Inderdaad, hè, vorig jaar de eerste keer gehad. We zaten op 750 bezoekers. Nou, we hadden dit jaar zoiets van, hè, we willen groter, we kunnen groter. Dus we zijn gaan kijken, terreinen anders ook ingedeeld. En de mensen, je ziet gewoon nog zelfs ruimtes. Dus mensen kunnen lekker staan en genieten van een biertje vandaag. En hoe gaat het vandaag? Het gaat echt super. Je merkte vorig jaar toch, hè, dat er om 13:15 stond er al een mega rij met ongeveer 150 mensen. We hebben het toch anders gedaan. Mensen moesten gewoon een ticket in de voorverkoop kopen. Dus hè, 2 uur was best wel een piek, maar het loopt gewoon nog steeds lekker binnen. En het gaat gewoon gestroomlijnd. En alles gaat top. Mensen zijn enthousiast, ze drinken lekker en ze genieten. Dus heel fijn. Is er ook nog een grote verandering doorgevoerd? Of hebben jullie iets speciaals nog, wat anders is dan vorig jaar? Ja, ik weet niet of de mensen het op de camera zien, maar als je daar op de molen kijkt, zie je dus een mega olifant hangen. We hebben dit jaar onze eerste internationale brouwerij. Delirium kennen veel mensen wel, een brouwerij uit België. En we zijn natuurlijk op zijn Brabants, we willen voornamelijk Brabantse brouwerijen. Wij kregen deze kans en we dachten, ja, die kunnen we niet laten schieten. Nou ja, en als je dit dan ook ziet, hè, zo'n olifant. Ja, daar ontkom je gewoon niet aan. Dus nee, dat was eigenlijk wel onze leuke verrassing. Ook omdat heel de molen is ook helemaal ingericht in stijl van Delirium met allemaal olifanten. En heel leuk, als ik het zelf mag zeggen. Ik mag er wel van uitgaan dat het volgend jaar gewoon weer is. Ik mag natuurlijk nog nooit te veel zeggen, te vroeg, maar daar gaan we. Ja, weet je, uiteindelijk wil je gewoon en je ziet nu gewoon voor het tweede jaar. Hè. Zo'n eerste jaar ben je nieuw, dan weet je, mensen komen kijken, ontdekken. Het tweede jaar is altijd de vraag, hoe pakt het uit en zijn mensen nog steeds zo enthousiast? Nou ja, je ziet het zelf, het is hartstikke vol. Ik denk, en ik durf bijna wel zeker te zeggen, maar we zijn met meerdere in de organisatie, dus we moeten nog overleggen dat we wel een derde editie gaan doen. Als ook in ieder geval John van Pas net zo tevreden is als wij, van wie het eigen terrein is. Kunnen ze het ergens nog online in de gaten houden misschien? Ja, zeker. Nee, onze website is www.bierfestivalopzijnbrabants.nl. Social media, Bierfestival op zijn Brabants en Facebook, Instagram, daar communiceren we alles. Ik kan zeggen, hou ons vooral in de gaten en blijf ons volgen en supporten.